Nou, dat mag jij niet maken. Jij mag niet mijn cijfer even afzeggen omdat het jou niet bevalt. Ik ben geen dictator. Jij moet je ook gewoon naar regels houden. Ik heb inmiddels, dat is best wel snel, heb ik de proefwerken nagekeken. Nee. Ja, zijn jullie allemaal benieuwd? Ja. Wat jullie allemaal hebben? Ik denk echt dat ik een 4 heb. Dat jij, ik ook. Dat jij een 4 hebt. Het is redelijk gemaakt. En met redelijk bedoel ik eigenlijk goed. En met goed bedoel ik eigenlijk perfect, uitmuntend. Echt? Ja. Hoezo? Er is één persoon bij die het heeft het niet zo goed gemaakt. Die krijgt het als eerste even terug. Dit is mij nog nooit gebeurd eigenlijk. Nou, geef maar. Ik heb 1 onvoldoende. Moeilijke woorden, dictee, tel 2 keer mee. Joshua, jij zit snoeihard te lachen. What? Blijf doorlachen, zou ik zeggen. En jij hebt een 3. Hoe de fuck is het mogelijk? Ja, dat weet ik niet. Inderdaad, op zich heel bijzonder. Want de rest van de klas heeft een 10. Een 3. Je bent gewoon niet goed geleerd. Dames en heren, mag ik even de aandacht? Want ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, Joshua, hallo. Het goede nieuws is dat ik in wonderen geloof. Maar het slechte nieuws is dat ik niet een achterlijke naïeve Henkie bent. Dus het kan niet dat iedereen een 10 heeft. Dus er is iets gebeurd. Dat heb ik gewoon heel goed geleerd. Dat zeiden we van tevoren al. Nee, dat is eigenlijk onmogelijk. Dus ik heb nog een keer goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is, jullie mogen de toets overmaken. Hoezo? En het slechte nieuws is dat jullie cijfers allemaal vervallen. Ja, nee, echt niet. Dit kun je niet maken, dit mag je niet eens maken. Nou, dat ga ik maken. Nou, dat mag jij niet maken. Jij mag niet mijn cijfer even afzeggen omdat het jou niet bevalt. Nou, ik vind het een beetje vreemd dat iedereen een 10 heeft, dus er is waarschijnlijk iets gebeurd. Dus omdat het vreemd is, mag jij zeggen dat het niet doorgaat. Ik ben geen dictator, jij moet je ook gewoon naar regels houden. Rick, alsjeblieft een beetje rustig, want we gaan het allemaal overmaken. Ja. Dat is echt oneerlijk, wij hebben de toetsenweek nog. Nee, ja, er is iets gebeurd, ik weet niet wat. Ik weet wat, als iemand mij vertelt wat er is gebeurd, krijgt hij een halve punt extra voor de volgende. Oh, kijk, nou dan kijk eens. Nee, iedereen hier heeft gewoon goed gedaan. Weet je wat ik jammer vind? Ja, ik vind het heel jammer, want ik weet dat vorige keer, ik had u een vertrouwen gegeven, is geschonden. Dat vind ik ook wel jammer. We hadden gewoon een toets heel goed geleerd. En die hebben we hebben samen de antwoorden. Ik heb niet die antwoorden gehad. Daar komt de aap uit de mouw. Nou, Oprah, jouw eerlijkheid wordt beloond met een halve punt extra. Ik ben blij met deze openheid. Ja. Zij heeft het gekopieerd, hoor. Nou, Lakisha is ook eerlijk, krijgt ook een halve punt erbij. Sorry, maar dat is onzin, want iedereen heeft het iedereen was erbij. Vooruit, iedereen krijgt een halve punt bonus. Zo opgelost. Deze toets. Ik vind ook niet dat het aan ons ligt, maar. Ja, u had gewoon dat papier niet hier moeten laten. Ja, en is toch dom? Ik heb geen papier hier gelaten. U had ook niet weg mogen gaan. Nee, dat ja. Nee, u had echt niet weg mogen gaan en dat weet u. Dat Lindsay, staat in de regels. Dankjewel voor deze les. Oké, dus maar wacht. Als u ons niet allemaal een 10 geeft, dan gaan wij gewoon naar Mulder en zeggen we... En dat u ook ja, ik denk gaan, dat alle leraren zouden zeggen dat dit gefraudeerd is. Dat kan niet anders. Je kan niet 19 tienen hebben en 1 3. Die 3 snap ik trouwens ook niet van jou, Joshua, maar... Ja. Joshua als enige in deze klas oprecht stom is. Dames en heren, ik doe het zo. Volgende week krijg je weer zo'n proefwerk van moeilijke woorden. Ik ga andere... Hey, voor mij is het ook niet leuk, want ik moet weer opnieuw een proefwerk gaan maken. Wie heeft een medelijden met mij? Even mee... Niemand. Volgende week, donderdag, toets moeilijke woorden voor de 2e keer. En jullie krijgen allemaal een halve punt extra. Dit is het geworden. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de les. En wat gaan we deze les doen? Helemaal niks. Helemaal niks? Gek dansje doen. Een gek dansje doen. Ik heb eigenlijk Tos gaat een gek dansje doen. Ik een dansje doen. Ja, ik ga een gek dansje doen. Ik wil ook wel een gek dansje doen, maar als jij een gek dansje doet... Battle! Een battle? Oké. Okay. Nee, het gekste doel. De eerste, ja. Tos, kom op, je hebt hem. Oh. My eyes. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Yeah! 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 Yeah!
Snap hem. Oh, nee. Oké, okay, gaat u zitten, Tos. Kort applaus. Nee, Wie heeft er trouwens gewonnen? Ja, Tos. Tos. Oké, dan nu deze vinger. Die gaat hierheen. Ja! Ik heb een dikke vinger. Fuck, wat is dat? Ik ben een rare bedoeling. Ah, gelukkig maar. Oké, ik sta scheef. Ga recht. Oké. Met de hele klas een toets moeten overmaken. Oh, is dat bij jou op school ook wel eens gebeurd? Laat het me weten. Like deze video en tot volgende week. Hoi.